Nou, ik ben Guus de Trieu, ik ben Ducos directeur en Parkpop is een van onze evenementen. We hebben drie grote evenementen en afhankelijk van het jaar de vier of vijf bij. Nou, we zijn een redelijk kleine organisatie. We zijn een vaste staf van 6 man en dat groeit dan het evenementenseizoen. En daarvan is de helft ook bezig met financiën. We hebben een financial controller, die let op elke uitgave en inkomsten, dat klopt, dat de begroting accuraat is. We hebben een zakelijk marketeer, die moet het geld binnenhalen. En ik als directeur kijk er over het totaal heen en vaak word ik gecorrigeerd door mijn andere collega's. Nou, allereerst moet een evenement uniek zijn, dus het moet zich onderscheiden van anderen. Je moet een bepaald publiek kunnen aanspreken. Moet het financieel gezond zijn uiteraard. En je programmering moet toch interessant zijn. En je moet kijken in welk tijdsvak je zit qua planning van evenementen op nationaal niveau. Het betaald evenement is iets minder weersgevoelig, want daar hebben mensen kaartjes gekocht en komen ze toch. Alleen geven ze dan hun geld anders uit op locatie, dat bepaalt u wat. Als je een gratis festival hebt, dan ben je zeer weersafhankelijk. Dan moet je zorgen dat je een vaste kern van het publiek hebt, de diehards die toch komen, maar die geven ook minder uit. Dus moet je programmering proberen zo dusdanig te maken dat mensen op een slecht weer komen. Maar het kan toch gauw bij Parkpop 80.000 mensen schelen als het weer heel slecht is. Nou, je schat je risico's in, maar dat betekent in elk geval dat je van tevoren weet welk risico je neemt. En uiteindelijk, ja, als het heel erg tegenvalt, dan neem je je verlies. Het is wel van belang dat degene die erin stapt ook gevoel heeft voor het product waarvoor je staat. Het gaat en over cijfers, vooral ook omdat geen gezonde organisatie is geen goede organisatie. Dus de trots moet komen uit de cijfers. Maar het moet als persoon wel degelijk passen binnen je team. En vooral als je een kleine organisatie bent, dan hebben wij iemand nodig die assertief is, opstaat en handelt en ook mij corrigeert.